Hey, hallo. Hey, hallo. Dat is er. Ja. Nou ja, ze heeft wel goede kleren aan, zeg. Maar we mogen er wel een eigen interpretatie van maken. Eigen interpretatie. Dat scheelt. Allemaal mee. En dit haar, dat komt allemaal goed. Ja, maar het gaat wel uit je gezicht. Oh ja, daar ben ik dol op. Want ik heb gelukkig niet één flapoor. Hoe zou ze heten? Het is wel een lange naam, denk ik, toch? Ja. Het is een lange achternaam, denk ik ook. Ik denk... Maria. Maria van... Stoethaspel tot... Hogebeen. Zoelollen. Hoogpoot. Dit is het schilderij van Frederica Sophia Wilhelmina. Wij noemen haar Wilhelmina van Pruisen. En Wilhelmina van Pruisen leefde eind 18e eeuw. Zij was getrouwd met de laatste stadhouder, prins Willem V. Het is een royal. Het is een prinses. Ze heeft ook wel iets royals. Oh ja? Yes. Ze heeft vooral hoog haar en een hond. Ik denk dat ze heel jong is hier. Maar wat denk je? Ik denk dat ze hier 24 is. Ik denk dat ze 18 is. Nee. Ja. Wilhelmina van Pruisen is hier 18. Zij heeft grijs haar. Waarschijnlijk ook een pruik. Dat was mode. Het waren de allerlaatste trends. Je liet je op een portret vereeuwigen. 18? Had je toch gelijk? Wat ik wel meteen krijg, Spaans benauwd van het corset. Ik heb echt wel veel... musicals een corset aangemoeten. Oh, het is zo zwaar altijd. Ik denk dat Fred best wel wat pit in zich had, maar toch ook wel weer heel lief is. Want als je er zo naar kijkt, zou het denk ik makkelijk zijn geweest om te zeggen van oeh, daar moet je voor oppassen. Nee, maar volgens mij toch vrij grote ogen. Volgens mij was ze toch ook wel weer zacht aardig. Wilhelmina van Pruisen was een... stoere tante. Eentje die flink de touwtjes in handen had. Zij was getrouwd met een hele lieve man, maar die ook politiek gezien niet altijd het spelletje even slim speelde. Zij was ook eigenlijk de geheime opdrachtgever of raadgever achter de schermen. Joh, dus zij was... Zij had de broek aan, onze vriendin. Dus hij was de lieve man en zij was de... Ja, dat heb je wel vaker hoor, in relaties. Wat dit bijzonder maakt is dat Wilhelmina van Pruisen en prins Willem V de grondleggers zijn van de collectie van het Mauritshuis. Zij hebben heel veel schilderijen gekocht die hier te zien zijn. Het is natuurlijk de vraag of ze een beetje een stoute type was. Ongebreideld verlangen, dit is het. Je kan er echt niet meer ademhalen. Ik denk ook wel dat ze zich heel mooi voelen. Met die smalle taille en die grote achterkant. Ik voel hem wel.